Hallo en welkom terug bij Minecraft. Pardon? Oké, DZ. Ik was even door de war. We zijn terug bij DZ. Ja, hallo. Ik ben een beetje door de war, want we hadden ook Minecraft gaan filmen. Maar vertel jij eens even wat er aan de hand was, want we zijn nu op een andere plaats. Ja, nou, dat is eigenlijk best wel grappig. Ik zal gewoon meteen zeggen, Tijn had me door mijn kop gestoten. Dat ging helemaal per ongeluk. Want we lagen tegenover elkaar toen we de episode eindigen. En toen ging ik zeg maar weer terug naar DZ. En toen schoot ik omdat ik klikte per ongeluk. Dus. Ja, en ik had het pech om net voor hem te liggen en dus schoot hij tegen mijn hoofd aan. En toen was hij in één keer dood. Dus nu zijn we hier. We hebben elkaar weer gevonden. We hebben gewoon nog alle spullen. Dus. Ja, dit was de plek waar we zo'n geit eerst tegenkwamen. Oh ja, de eerste geit was dat volgens mij. Ja. Dat is wel een hele goede punt om even bij na te denken hoe mooi het nou was om een geit tegen te komen in zo'n spel. Ja, ja. Hij is nu weg. Helaas. Maar laten we verder gaan. Ja, we gaan verder met ons avontuurtje. Ja. Even kijken wat ik nou allemaal bij me heb. Gaan we nu dezelfde kant op als waar we eerst waren? Kijken of Ja, laten we gewoon daarheen gaan. Ik heb trouwens weer kogels voor mijn wapen gevonden, dus ik heb weer 10 kogels. En dat is mooi. Ja, dat is heel mooi. Hartstikke mooi. Nou. Oké, was dat deze kant op? Nou, we gingen gewoon de elektriciteit volgen. Oké, we gaan de draadloze mast. Ja, wifi-stroom. Ja, de toekomst is dit. Ja, dit is de toekomst. Oh. En hier zagen we ergens zombies aan de zijkant, toch? Met zo'n hutje. Kijk, oh ja, klopt. Kijk of daar nu weer zombies bij zijn, anders gaan we even hutje plunderen. Ja, dat is wel slim, ja. Eens even kijken. Volgens mij was het daar verderop. Ja, daar. Even kijken, is het... Ja, ik zie het al. Zie jij zombies? Ik zie nog geen zombies. Nou, gaan we even kijken. Want ik heb gehoord dat in die hockey's, daar zitten goede spullen altijd. Maar dan echt goede spullen, dan moet je denken aan wapens en zo. En jij hebt wel een wapen nodig, want jij hebt nog geen wapen. Klopt, ja. Ik denk dat ze elk moment gewoon random spawn op is. Ja, je moet gewoon een beetje uitkijken, anders kunnen we altijd weer wegrennen, joh. Als je erboven zit, zombies kunnen volgens mij niet naar boven klimmen, dus. Ja, er komt niemand. Ik denk dat we te snel op afgelopen. Ga jij dan naar boven, dan hou ik zicht buiten, oké? Ja. Geef je me wel backup? Ja, hoe bedoel je backup? Weet niet. Oh, er is helemaal niemand. Mooi, dan kan ik de ladder op. Ga even lekker klimmen, jongen. Hey, rotladder. Oh, er ligt iets heel moois hier. Ja, een wapen? Eens even kijken. Hey, ligt hier... Oh, een double barrel shotgun. Oh, lekker. En... Kogels. Nog meer kogels. En dat was het. Oké, kom naar beneden, want ik vertrouw het niet. Oh, wacht, er ligt nog meer. Wacht. Oh, oké. Wel een beetje opschieten, want ik heb het gevoel dat, dat de zombies zo gaan spawnen. Ik heb nog meer kogels. Oké. Ik ben gewoon goed. Oh, er ligt nog meer kogels. Hallo, hoeveel kogels? Een Lee Enfield mag. Ja, die zijn voor mij. Maar neem maar mee. Ja, oké. Zo, oké, nu heb ik alles. Oké. Kom dan. Even de ladder af. Snel, kom naar beneden dan. Dat is goed voor je. Zo, ik heb een shotgun. Yeah. Shotgun. Oké, laten we verder gaan. Oh, what the hell, dat ziet er wazig uit als je door de loop heen kijkt. Of ja, hij heeft geen loop, maar... Ja, ik denk... Huh? Ik weet niet hoe bij een double barrel shotgun. Nou, kom. Als je maar niet op mij gaat schieten nu. Ja, ik pak je nog een keer. Nee. Ik deed per ongeluk. En ik heb niet nog een keer zin om elkaar te vinden. Ja, oké. Okay. Tijn, kom eens voor me liggen. Nee, doe maar niet. Ik heb geen zin in. Nee, dadelijk als we de episode eindigen achter de schermen, dan... Dan gaan we niet meer voor elkaar liggen. En dan hoor je opeens... Ja, doe maar niet, doe maar niet. Maar ik heb nog wel steeds food nodig. Ik heb één blikje eten. En mijn dorst begint ook... Is hij helemaal rood of een klein beetje? Een heel klein beetje. Oh nee, daar kunnen we nog wel mee. Want ik heb een iets dat moet je vullen met water. Als je water tegenkomt, dan kan je hem vullen. Oké. Dus.
Ook met zeewater? Nee, niet met zeewater. Want dat is natuurlijk zout en dat is niet goed voor je. Oké, daar komt een dorpie. Ja, ik denk dat daar wel zombies zijn. Ja. Maar ik moet eerlijk zijn, je ziet ook bij debug monitor hoeveel zombies er zijn en het valt best wel mee. Oh, maar nu gaat die counter best wel omhoog. Klopt, dus ja, het is 160. Dus waarschijnlijk omdat wij nu dat stadje ingaan. Het enige voordeel is dat het nu een keer niet regent. Ja, zijn zombies. Ja, waar? Oh ja, ik zie hem. Gaan we in sluipmodus? Ja, laten we nu in sluipmodus gaan. Want je weet het nooit, hè. Straks gaat er weer zo'n deurtje open. Ja, hij ging dicht, hè. Ja, hij ging eerst dicht. Ja. Oh, er komt er... hoe wil je ooit zo'n stad binnensneaken als er zoveel zombies zijn? Ja, dit is ook een moeilijk stadje, als ik eerlijk mag zijn. Dit is echt zo'n boerenstadje, waar... Waar van die boeren klote zombies die alles in de gaten houden zijn. Ja. Die hebben al hun koeien opgegeten en dan gaan ze nou forever alone hier een beetje rondlopen totdat er van die meloot als wij hier langskomen. Nou, ze zijn niet alone, ze zijn met z'n allen. Ja, oké, maar waarom vreten ze elkaar dan niet op? Dat doen, Zombies zijn toch niet lekker? Nou ja, als je hersenen hebt... Oh, daar zit er ook één links. Of rechtdoor, zeg maar daar. Kijk uit. Oh ja, extreem. Ik weet niet of we dit stadje in kunnen. Zullen we gewoon weer verder gaan? Want dit stadje, dat vorige keer was er ook niet zoveel te vinden. Klopt. Dus gaan we gewoon doorlopen? Ja, maar dan moeten we wel aan de andere kant van het stadje, want dan waren we weer van die energiepalen. Ja, maar dan moeten we even hier omheen. Ja. En mijn double barrel shotgun. Yeah. Ja, we hebben in ieder geval allebei een wapen, dat is wel mooi. Ja, oh. Oké. In de bossen. Zo. In de bossen, lekker lopen. Nou. Heerlijk lopen. Yeah. we kruipen eerder. Ja, omdat we bang zijn voor zombies. Maar zombies bestaan helemaal niet. Waar zijn we bang voor? Laten we gewoon rennen. Ja, kom dan. Het is gewoon een man in een kostuum, hè. What the fuck? Het is gewoon funniest home video's, hè. Ze proberen ons gewoon te pranken. Zijn hier nog zombies? Want ik zie nog wel een huisje. Laten we gewoon even verder voor de zekerheid. Ja, er lopen daar nog gewoon allemaal zombies. Maar dat is niet zo mooi. Oh, die zo'n zombie, die liep eerst rechtop. Ja? En toen kwam die in beeld en toen ging die in kruipmodus. Oh. Zie je, dat is echt gewoon een prank. Ja. Ze gaan wachten tot jij ze ziet en dan gaan ze doen alsof ze zombie zijn. Oh nice, als je shift indrukt kan je richten. Nice. Ja. Gezellig hier al. Nou, en we zijn er voorbij. En dan later, als we super goede guns hebben, dan gaan we naar dit stadje terug en dan gaan we alles helemaal kapot maken met vlammenwerpers en zo. Jij hebt je vlammenwerpers in dit spel? Ja, weet ik niet. Zou wel cool of we gaan gewoon een bus maken of zo. En dan gaan we met zo'n bus al die zombies overrijden. Ja, ik weet niet of ze daar dood voor gaan. Het lijkt me wel realistisch. Maar ik weet niet of dat zo is bij dit spel. Oh, daar is de kerk. Zou daar iets zijn? Ik had de vorige keer toen jij dood was, toen ik je had vermoord. Toen wou ik naar die kerk, maar je kon er niet in. Oké. Oh, wacht. Dit is die. Het huisje kan je ook niks in doen, toch? Nee, volgens mij niet. Dit is vooral weer zo'n episode dat we lekker gaan wandelen. Ja, een wandelepisode. Heerlijk. Gaan verhaaltjes vertellen over onszelf. Ja, net zoals in Minecraft. 3 kwartier naar 6 schapen doen. Ja, lekker precies. Wandelen. Jee. Dat was wel gezellig trouwens. Ja, hè? Ja. Ik vond het wel leuk. Dus, ik vond het wel vet. Ja, precies. Oei. Ja. Ik moet trouwens de intro nog even veranderen. Met de nieuwe beelden van DZ en zo. Ja. Dat ga ik even doen dan. Ja, niet nu hoor. Tijdens de episode gewoon even, hoppakee. Oh, we lopen toch. Ja. Gewoon even een steen op een W-knop leggen. Tun. Nou, waar gaan we heen? Ja, ik weet niet, ik volg die palen. Ja, we gaan lekker een weggetje volgen. Waarom hebben we geen auto? Kan jij niet in een auto veranderen? Ja, wacht, ik heb cheats. Hè, ja. Slash auto. Ja, ja. Hoppakee. Nou, nu begint mijn dorst wel wat meer te worden.
Klopt, mij eten ook. Ja. Ik heb wel één blikje drinken, of heb ik ook wat in mijn tas zitten? Wacht, even kijken. Heb ik eigenlijk iets bij? Ik heb, ik heb nog wel eten, maar ik kan nog niet koken, want dan moeten we nog box met matches vinden. Daarmee kan je een kampvuur maken. Hoe kan je flashlight eigenlijk aandoen? Met L toch, of niet? Nee, volgens mij niet. Nou, dat weet ik niet, maar je hebt nu toch geen flashlight nodig? Nee, weet ik, maar dat dacht ik. Ik zag nergens iets. Ja. Op een onbewoond eiland. Een heel groot eiland. Van 215 vierkante kilometer. 55. Daar lopen zombies. Waar? Zie je ze? Nee, op dit eiland. Oh, ja. Ja. Ja, dit is echt een heel eng eiland hoor. Als ik jou was, zou ik hier niet gaan kamperen in de vakantie. Waarom niet? Het is toch vet? Ja, het is wel echt real life action. Maar... kom je bij een stadje en zie je, het stadje is leeg en dan opeens spannen er ook wel zombies. Ja, dat lijkt me niet erg gezellig. En dan komen er allemaal zombies achter je aan en dan ga je echt dood. Ja, dat is toch vet en dan word je uiteindelijk toch weer bij het strand wakker. Ja, respawn hier. Nieuw game. gaan we hier naartoe? De lantaarnpalen? Oh ja, die moeten we volgen, ja. Ja, dan gaan we die volgen. Waar zou dat heen gaan dan? Ja, ik zou het niet misschien weten. Misschien weer naar de plaats waar we eerst waren. Oh, daar is een stadje met een brug. Met een brug. Oh nee, dat... nee, dat is geen brug. Wat is het dan? Daar heb je wel elektriciteitsmasten. Oh ja, yeah. Dan moet er wel... Oh, hier heb je echt met... Oh, deze zijn wel met draad. Oh, dat is cool. Nou, dat is niet cool, want dat is niet... Dat is geen wifi. En mijn iPod heeft alleen maar wifi hier. Ja, shit. Oh, wat? Oh, dat is een zombie. Waar komt die vandaan? Oh, daarboven staat een huisje. Ah, schiet hem dood? Nee, we gaan gewoon in het bos laten hem doodgaan. Want we moeten onze kogels besparen. Ga niet achteruit lopen, dan kan hij je raken. Kom, we lopen wel daar naartoe, ja? En ga door de bos heen en ga slalen om een boom heen. Dat is grappig. Ah, dit is zo'n Speedy Gonzales zombie. Ja, zo'n vreselijk mens. Ik denk niet dat we hem echt kwijtraken hier in dit bos. Niet echt een bos. Ja, op zich moeten we dat muziekje wel draaien inderdaad. Ja, dan moeten we eigenlijk zo iemand nog achter de zombie hebben lopen. Oh ja, nog. Bovenaf. En ja, dan, zo'n koe die er achteraan rent. Heel begrijp. Hey, ik schiet hem daar echt door zijn kop heen, kom hè? Kom hier omheen, dit zijn enge bomen, daar kan hij niet doorheen. Dat vindt hij niet grappig. Nya. Oh, hij is er nog steeds. Oké, laten we de stenen opgaan. En dan door zijn kop schieten. Oké. Okay. Maar jij moet dat wel doen, hè? Want hij zit achter jou aan. Ja, zo kan ik het ook. Nou, oh, serieus. En kom eens hier. Ja, kan niet op die steen. We hebben hem bijna verloren. Ja, ik ben op een steen. Oh. Maar... nee, je ziet me niet. Hij is al kwijt. Ja. Mooi, hij loopt. Kijk, kom. Dan gaan we deze kant op. Gaan we hier. Je moest gewoon op een steen gaan staan, dan ziet hij hier ook niet. Steden voor de win. Ja, jongen, nu ben je van de familie af. Ja, jongen. Dat wordt een eind teruglopen. Ah, net kan hij rennen en nu loopt hij opeens weer normaal. Ja, hoor. Maar nu weet hij niet wat hij moet doen. Nee. Ja. Zouden zombies kunnen nadenken? Ja. Hoezo? Nou ja, ze moeten toch kunnen nadenken van... hey, dat is een mens en dat is een zombie en die moet kop vereten en die niet. Ja, maar als hij kan nadenken, dan zou je toch ook denken van... hey, waarom eet hij niet gewoon kattenvoer? En dan hoeft hij ook geen mensen te eten. Nou, weet ik niet. Nee, dat is toch veel efficiënter. Want voor kattenvoer is veel meer dan van mensen. Ja, dat wel. Ja. Laat ze maar gras eten. Maar daar is een zombie. Ja, waar? Daar. Oh, lukken. Ja, laten ze gras eten inderdaad. En dan gaan wij er gewoon langs lopen en dan geven ze gras. En dan... ja. Ja, dan geven ze ons wapens en zo. Zo. Even kijken, hoeveel zombie? Dat is één zombie. Ja. En dan... gaan we hier het hoekje om. Dan staat hier ook recht een zombie om de hoek. Ja, inderdaad. Ja, zie je? Ik wist het gewoon, hè. Oh, achter ons ook. En die aggro ik zo wat. Ga lopen. Ga lopen. Lopen. De bossen. Lopen. Hoor je me niet? Waarom moet ik gaan lopen? Nou, anders aggro je hem.
Maar je hebt geluk dat je hem niet geaggroed hebt. Maar normaal dan zou hij dat wel horen. Hoezo, maar ik ging helemaal niet rechtop lopen. Nee, je moet lopen met shift ingedrukt. Oh, ja, ik doe dat gewoon rechtop. Oh, in dat gebouwtje zit er ook een, zie je? Oh ja, ho. Zou die ook de deur dicht doen? Ja, volgens mij zit er geen deur in, of wel? Jawel. Oh. Nee. Hoe komen we hier doorheen? Oh, volgens mij... Oh shit. Oh, kom rennen. I'm running and waarom running. Waarom hebben we nou weer een gek rood? What the fuck? Oh, hier is de elektriciteitscentrale. Oh, daar staat ligt nog een zombie. Oh. Waar ben je, Tijn? Ik ben je kwijt. Jou. Oh my god, nog één uit de bossen. Oh my god, zijn er nooit... Nou, zo wordt er nooit wat. We moeten de hele tijd wegrennen. We zetten er twee achter ons aan. Ja, shit. We moeten eigenlijk even een gebouw vinden waar we in kunnen en dat we ze kwijt kunnen raken. Ze volgen allebei jou. Oh, nu volgt er nog eentje mij bijna. Oh. Blijf maar rennen, ik sta op de, aan de andere kant. Oh, maar hij hit me. Echt? Ja. Dus ik rende naar de zijkant, maar dat is dus ook een stuk langzamer. Klopt, ja. Wacht, ik leid ze wel, ik kom naar je toe. Ik ga gewoon lekker het bos in, want dat is gezellig. Die houdt er nou niet van boswandelingen. Zombies? Die zombies die maken echt een eng geluid, jongen. Ze maken echt... Ze rennen nog steeds achter je aan. Ik loop helemaal links van je. Lol. Oké, dit ziet er echt gewoon hilarisch uit vanaf hier. Waarom? Nee, ja, je ziet zo'n zombie. Die zombies proberen achter me aan te rennen. Je ziet een zombie die echt 30 keer sneller als jou loopt. Ja, je kan volgens mij nog beter gewoon achteruit rechter omhoog lopen. Zie je dat zo? Oh nee, wacht, dit is niet snel genoeg. Moet ik ze neerschieten? Ja, maar dan schiet je misschien mij neer. Nou, dat is juist het doel. Oh, okay. Nee. Ja, dan gaan ze op mij lopen vreten en dan ben jij veilig. Holy shit. Pokkenbeest. Is er nog maar één? Ja, die andere is weg. Mooi. Ga ik daar eens ook proberen kwijt te raken. Ik weet niet hoe ik dat bij die andere had gedaan, maar het is me gelukt. Is hij weg? Ja, hij blijft staan. Oh, dan gaat hij spelen. Oh, fuck. Dat is eng. Wil ik hem neerschieten? Oh ja, doe maar. Als jij hem neer kan schieten. Dat is wel moeilijk. Hij... Oh! Hij moet stil blijven staan. Au! Ik raakte je niet. Toch zeg ik au. Heeft hij iets bij? Nee. Nee. Ah man, we zijn weer helemaal van de weg afgedaald. Ik wil terug naar die stad, want die blijkt best wel groot te zijn. Volg je zo, mij? Even een... Ja, ik was even de zombie aan het teabaggen. Weet je nu waar ik ben? Ja. Oké. Hallo! Oh, what the fuck? Oh, dat was een was een crawl zombie. Daarom verloren we hem niet. Ja, maar dan heeft hij... Huh? Oh, die is natuurlijk op het shotgun geschot afgekomen. Oh ja, shit. Oh, dan was hij best wel... Oh, daar is nog een gebouw. Daarom. Of niet? Nee, hij kwam van beneden. Dat is diezelfde zombie die ons net achtervolgde. Oh. Ja, maar... Ja, polkending. In de episodes lopen alleen maar te rennen. Ja, wij willen gewoon looten. Ja, weet je wat? Ik schiet hem neer. Okay, fuck it. Wow, jij maakt echt veel geluid. Ja? Ja, wacht even. Want ik weet niet of dat geëggroot heeft. Maar je maakt echt heel veel geluid. Nee, ik denk het niet. Boeken. Ik denk niet dat het geëggroot heeft. Kom, we gaan naar dat hutje daar. Hij nou, ziet het er wel gezellig uit. Toch? Ja. Kom nou! Na dat leuke hutje daar beneden. Op de kleine... Ik hoop dat we... dat we dinges vinden. Lucifers. Als we dat vinden, dan kunnen we beginnen. Oh, er zit nog een hutje daar beneden. Waren we hier niet al eerder geweest? Ah, zombie. Op het dak! Zombies.
Oh nee, niet. Maar dat leek net zo. Nou, ik zie wel 3 zombies. Oh, iets water. Zal ik even mijn dingetje bijvullen? Oh ja, is goed. Want ik denk niet dat we dat nog snel tegen zullen komen. Nee. Dat ziet er... Oh, links is een dorpje. Rechts, hier voor ons zijn 2 huisjes. Rechts is een dorp. Het ziet er wel uit als vies water. Maar dat is niet... Helemaal niet uit. Water is water. Precies. Veel water. La 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 la. Ja, hij zit weer vol. Oh, weet je, dan ga ik wat drinken. En dan... Hey Teun, waar ben ik nou? Ik ben onder water. Blup, blup. En dan ga ik hem weer vullen. En dan geef ik hem aan jou in je tas, oké? Okay? Ik lig nu onder water, hè? Ja, dan ga je dood. Sta op. Nee, maar ik bedoel, ik lig gewoon. Ik ga gewoon liggen. Ja, dat moet je niet doen. Nee, Luc. Ik geef je even je dingetje. Hey, cool, ik kan zo onder water kijken. In je tas zit nu een waterfles. Oh ja? Ja. Heb ik erin gezet. Oh, dan drink ik die, want hij begint te knipperen bij mij. Ja, daarom. Oké, even kijken. Waar staat hij? In je tas. Moet je dubbel klikken op je tas. En dan moet je hem naar je normale inventory met je pijltjes doen. Huh? Ik heb niks in mijn tas zitten, hoor. Zeker weten wel. Dubbel klikken op je tas, dat er staat dat je bag open is. Ja, nou kan ik hem closen. Ja. Closen. Dan moet je... Open bag. Staat er dan niks... Dan staat er dat niks in zit. Nee. Huh? Maar dan hebben we hem dus verloren. Wacht, ik kijk wel even. Ja, het was. Waarschijnlijk ben je gewoon blind. Oh, ik hoor mijn hart kloppen. Oh nee, hij zit er echt niet in. Wat? Heb je niet op drop geklikt? Nee, ik heb hem echt in je tas gedaan. Ligt hij niet dadelijk hier ergens op de grond? Jawel, of niet? Nee, dit is jouw patrol pack. Nee, hij ligt hier echt niet. Oh man, hoe moet ik dan ooit iets aan jou geven? Kan ik jou het zo geven of zo? Wacht. Ja, hier ligt hij, ik heb hem. Oh, pak hem. Ja, water bottle, okay. Ik heb hem. Take. Dan heb ik hem dus gedropt. Oh, zo. Ah, wat nou? Oké, wacht, dan drink ik hem even heel snel op. Water bottle. Ik ga even het hutje. Drink water bottle. Kom het hutje in, kom. Ik heb gedronken. Kom het hutje in. Zo, opeens sprint ik 10 keer sneller. Dat komt omdat je in het water zat net. Hmm. Oh, deze Humvee is helemaal... Oh, ik heb de hik. Helemaal kapot. Oh, er zitten zombies in. Boeien. Hallo, meneer de zombie. Ze zien ons nog niet eens. Jawel, zie mij wel. Nee. Hè? Ze zien ons niet eens. Hoezo raar? Oh, hier is geen kogels voor jou. Luc? Ja, hier zit niks in. Hier zijn kogels voor jou in deze hoek. Moet je even oppakken. Kogels. Kogels. Welke is dat? Hey, rood flare. Die moet je niet meenemen. Waarom niet? Dat is niet handig. Welke kogels zijn voor mij? Die er nu nog liggen. Jij hebt die camlights zijn niet handig. Die moet je droppen. Ik heb alles al. Hé, huh? Hey, er staan toch nog 2 second round pallets? Oh hier, second. Oh ja. Ja, je moet even die camlights droppen, want dat is heb je niks aan. Oh, oké. Okay. Ja, kom. We gaan. Had ik hem gedronken? Ja. Hoe is dit zo gemeen? Ik denk helemaal dat er een zombie naast me zit. Zit jij gewoon weer eng te doen? Oh, we gaan dit gebouwtje in. We gaan dat gebouwtje in. Of je het nou wil of niet? Ja, we gaan er toch in. Oh, mijn eten, ik heb honger. Ja, we kijken of we hier eten vinden. Oh, een crossbow. Als Neem jij de crossbow? En die maakt niet geluid. Ik heb een heatpack. Oh, zit een zombie. En een soda can, Pepsi. Kijk uit. Er komt een zombie naar binnen. Ah, oh, wat hel, hij sprint. Dat leek zo. Ga niet naar boven. Oké. Dan moet je hem wel doodschieten zo, hè. En dan moet je verwachten dat er heel veel zombies gaan komen. I don't care. Maar je kan niet naar beneden jumpen, hè. Dan ga je dood. Echt? Ja. Fuck. Moet ik hem neerschieten? Ja, schiet hem neer. Je moet wel. Anders zit je vast. Dan schiet je nog mis ook. Nee, ik schoot eruit. Nee, schiet nog een keer. Snel.
Neil! Reloaden! Neil! Ga naar kant dan, dan schiet ik hem. Oh, wat nou? Ik had hem al dood. Je hoeft toch niet nog een keer te schieten? Ik bloei! Ik bloei! Ga jezelf healen. Ik bloei! Snel, heal jezelf. Bandage. Oh, er komen heel veel zombies. Oké, kom naar beneden. Ja, wacht, ik bloei nog steeds. Waarom doet hij me niet bandage? Fijn. Ja. Doe het snel. Ik kan mezelf... Ik heb geen bandage. Heb je geen bandage? Ik heb er hier twee staan, maar ik kan hem niet aandoen. Oh, Luke. Je gaat dood. Nee, Luke. Hier, doe bandage. Oh, hier, bandage myself. Ja. En hey, de zombies komen naar boven zo. En dan schiet ik er nog één neer. Nee, want dan aggro je nog meer. Ik probeer ze allemaal naar buiten te lokken. Oké, wacht. Wacht, ik kijk eerst nog wat hier ligt. Nu ik er toch ben. Ja, ze zijn allemaal naar buiten gelokt. Oké, wacht. Ik kom nou naar beneden. Kijk, blijf nog in het gebouw, hè. Ja? Ja, in het midden. Blijf in het midden van het gebouw staan. Dan ga ik een trucje doen. Oké, wacht. Ze komt er één naar binnen. Oké, wacht nog eventjes. Ik kom ook binnen en dan gaan we allebei tegelijk eruit. Oké, ja. En we gaan nu uit. Nee! Poepding! Waar ben jij? Ik ga nu rennen naar beneden. Ah, let's out! Oh, je moest nu nog naar beneden. Ik zei toch dat je in het midden moest staan? Ja, maar dat kon niet, want er kwam een zombie naar beneden. Okay, ik ga nog in het andere gebouw, want zijn ze nog niet allemaal kwijt. Oké, maar dan moeten we wel even in veiligheid gaan. Nou, dus leuk voor jullie, hebben jullie een extra lange episode. Jee, maar dan is het bijna over. Het is 27 minuten. Oh, dat nemen we een beetje lang op. Goeie. Kijk, blijf erin staan, blijf in het gebouw. Zodat ze wachten tot we echt allemaal zitten in het gebouw en dan moeten we pas weg. Ga gewoon sprinten, ga niet bukken. Nee, je moet niet sprinten, want als je sprint dan maak je geluid en dan heb je nog steeds line of sight. Oké, sorry. Dus je moet nu en dan moet je nu langzaam uitlopen. Dus met shift. Nou, gewoon door blijven lopen nu met shift, totdat je een beetje een afstandje hebt en dan mag je weer in. Dan zijn we Oké, gaan we? Er is niemand. Oké, kom. Snel voordat die pokken zombies weer naar buiten komen. Ja, precies. Sprinten! Ja, we zijn ze kwijt. Nice. Yeah. Ik heb nog 10.316 blad. Ik 10.039. Oké, dan heb ik nog steeds meer als jou. Nee! Mijn botten zijn gebroken. Van dood! Nee, Luke, heal me! Nee, niet schieten. Nee. Zie je, wat doe jij? Grapje. Nee, maar we gaan er zo even eindigen. Moet je kijken hoe ik... Ik ga het zo. Nee, oké, niet tegenover me liggen. Kijk allemaal precies de andere kant op, dus met de voeten tegen elkaar. Nee, ik ga wel naast, zo schuin naast je liggen. Okay, wacht, ik heb even kijken, want ik heb nu een heatpack. Ik heb nog een Pepsi-can. Oh, je kan rollen met E en Q. Ja, wacht, ik heb nog een Pepsi-can. Ja. Ik heb een water bottle die empty is, die ga ik zo even vullen hier. Ja. Doen we wel de volgende episode. En ik heb nog Flash. Ja. Flyers. En wat voor kogels heb jij nodig? Enfield. Daar heb ik er nog één van. Drop ze even. Is dit Enfield? Lee Enfield Mac. Oh. Ja, oké. Waarom kan ik het niet droppen? Je drukt gewoon op drop. Ja, maar dat komt dus... Oh, wacht. Je moet er eerst op klikken, hè? Ik heb ze gedropt. Ze liggen hier. Waar? Voor mijn neus. G. Lee Enfield Mac. Ja, dankjewel. Nu heb ik weer wat kogeltjes. En we gaan hier de episode eindigen. En wat gaan we zeggen, Luc? De zombies komen op ons af. Lol. Ja, dat is dus komen hier natuurlijk. Laten we even wegrennen, een stukje verder. Oké. Voor assurance. Waarom komen ze op ons af? What the fuck? Ik weet niet, ze zijn samengevoegd. Nou, niet meer forever alone. Nee.
Oh, ze, een paar draaien nu weer om. Ja. Ze hebben de moed opgegeven. Ja, ze denken ook zo van, what the fuck. Nou, laten we hier gewoon gaan liggen en eindigen de episode. Ja. Dus niet tegenover me gaan liggen deze keer. En jongens, ik zie jullie... Ja, even rollen. Ik zie jullie de volgende episode weer, toch Luc? Ja. Dus Nou. Doei! Doei!